homme, beau. On va essayer, hein. T'es prêt à faire un choix? Ça va pas être simple, hein. La mémoire flanche un petit peu, mais ça va aller. Ja, Evert, dat zijn er 50. Moeilijk. Er zitten verrassende namen tussen, maar er zijn ook vooral veel namen die ontbreken. De tafel piepte. Ja. Dat hoort bij een Hall of Fame over de geschiedenis. Ja, dat is waar. Gaan we eens proberen de belangrijkste ontbrekenden toe te voegen. Het is zelfs bij die grote clubs Anderlecht en Brugge, die er 6 mogen nomineren, ja. Zelfs daar zijn er eigenlijk nog grote legends ook, niet die bij. Ook die voor de 2 gespeeld hebben en die doen elkaar eigenlijk de das op. Ja. Ik ken Lorenzo Stales bijvoorbeeld. Mark de Grijze. 6 jaar club, 6 jaar Anderlecht. Dat zijn typische spelers die door beide fangroepen niet worden gekozen. We mogen er nu 10 bijvoegen, hè? Ja. Voorlopig dan toch. Hè? Dan moet dan nadien nog veel af. Pour ceux qui ont vu la petite vidéo, ouais. Je parle toujours d'une personne, mon frère. Elle n'est pas dedans. Allez. Donc. Émile. Mais je pense, hein. Je dois t'avouer que j'y ai pensé aussi. Hein. Parce que quand même, vous avez écrit l'histoire du football belge. Et c'est vrai que c'était toujours Émile le numéro 1. Voilà. Mais non, Émile doit apparaître dans le Hall of Fame. On va déjà noter Penza, Émile. De Grijze. Ik heb mijn voorbereiding gemaakt. Daar staan 50 namen op. 50. Dus ik vind het wel snel om nu al meteen te zeggen Mark de Grijze. Philippe Albert staat daar ook niet op. Ja, dat is omdat hij voor 3 clubs Mechelen, Anderlecht. Maar ja, Philippe Albert. Nee, oké, Mark de Grijze. Dat is een legend ook qua uitstraling. Al. Mark de Grijze, de eerste. Ja, die moet erbij. Ben ik helemaal mee eens. Philippe Albert. Twijfelgeval, toch? Tegen Philippe Albert. Maar waar was zijn beste periode? Bij Mechelen en bij Anderlecht en bij Newcastle. Oké. Philippe en bij Charleroi zelfs. Bij Charleroi was hij al international. En verdedigers worden altijd ondergewaardeerd. Voilà, eindelijk een wijswoord. Philippe Albert. Il y a des attaquants aussi qui manquent là, non? Moi, j'ai pensé à Marc Wilmots. Potentiellement, je pense qu'il fait partie des légendes de notre Pro League, donc. Oui, ouais. Tout à fait. Marc. Notre cher Marc. Wie hebben we nog? Want nu begint het moeilijk te worden. Bever bijvoorbeeld zie ik Schoenberger en uiteraard Jean-Marie Pfaff, wat logisch is. Dan hebben we een makkelijke derde, toch? Bij Bever. Voor Bever bedoel ik. Ja. Jean Janssens. Akkoord. Helemaal maar, akkoord. Pas op, we mogen de Martien hebben. Hè. Jean Janssens, gouden schoen gewonnen, dokwerker geweest. Ja. Ik heb hier wel één die er voor mijn part altijd in moet. Preben Larsen, spits van Lokeren. Bijna 100 goals gemaakt. Nou, die nog een enorme carrière in Italië. Superspeler, hè. Sorry over een tijd, maar... Puur op talent moet hij er altijd bij. Maar... Is met een Lokerse coiffeuse getrouwd, hè? Nog altijd. Ik weet samen, het. Hè? Ik weet het. In Denemarken, hè? En dat Lokeren heeft niks gewonnen, hè? Niks gewonnen, de halve finale van de Europa-beker. Okay. Preben Larsen. Puur op talent ben ik het wel volledig mee. Ben ik er volledig mee. Beste spits aller tijden. Il y a quand même un nom dont on a souvent entendu parler. Moi, j'ai l'impression qu'il doit aussi apparaître à un moment dans le Hall of Fame. C'est Simon Tahamata. Ah, moi, je connais très bien. C'est vrai que je ne l'ai pas vu jouer, mais je connais très, très bien. Et quand on regardait les cassettes, dans le temps, on regardait les cassettes. Les cassettes, oui. Ah ben, oui, c'est un joueur qui nous inspirait énormément de choses. Je crois qu'il mériterait aussi d'apparaître dans le Hall of Fame. Simon Tahamata. Tahamata vind ik, qua spektakelwaarde, qua dribbles, qua gewoon de mens wie hij is. De mens wie hij is, ja. Nee? Ja, oké. Okay. Simon Tahamata. Mag er van mij zeker bij. We hebben er wel al 5, het gaat eigenlijk heel vlot. Ja. Barboussoufa. Tu connais bien. Il aurait dû être automatiquement nommé directement. Tout au-dessus. Parce que ça reste un joueur fantastique, exceptionnel. Avec qui j'ai eu la chance de jouer contre et avec. Tu préférais l'avoir. D'office, hein. Tu préférais l'avoir avec toi. Donc oui, non, c'est vraiment un joueur d'exception, numéro 10, qu'on adore. Erwin van den Berg. Hoeveel keer topschutter? 6 keer? Ja, 255 doelpunten in het Belgisch voetbal. En heeft hij nog 4 jaar in het buitenland gespeeld. Straf. Topschutter bij Leerse, straf. Ja. Bij Anderlecht en bij AA Gent, heb je ook nog. Waanzinnig. Ja, en de topschitter of all time van de Pro League niet bij de genomineerden zou heel raar zijn eigenlijk. Oké, okay. Erwin van den Berg. Ja, un nom qui devient comme ça quand on lit la liste et qu'on. Oui, bien sûr. En plus, maintenant je l'entends souvent ou je le vois aussi souvent à la télé. Notre cher ami Philippe. Oui, pour moi Philippe Albert incarne complètement la caractéristique du football, de la personnalité
du football belge pour être dans ce Hall of Fame. Ouais. We zitten wel veel in de jaren 80, hè? Je wilt jongeren. Jaren 80. Nu, moeten we spreiden of hoeft dat niet? Kiezen we gewoon wat ons hart zegt. Het zijn Bocani, die is jonger. Olivier de Schacht is jonger. Steven De Voer, wat doe je daarmee? Zo, dat is daar kampioen gemaakt. Een Bocani of De Voer? Bocani heeft wel meer, veel meer seizoen op topniveau gespeeld in België. Bocani is wel... Dat is wel ik vind dat wel een Pro League legend. Ja, bij Antwerpen ook nog goed gespeeld. Hè? Ja. Dieu merci. Ah, Mbou. Ah, c'est... Cani. Oui. Ouais, effectivement. Moi, j'ai joué aussi avec lui la première année qu'il est venu en Belgique. Mm-hmm. C'était Anderlecht. Une intelligence aussi de jeu qui le permettait vraiment à marquer facilement. Et oui, il doit être dedans parce que c'est vraiment un joueur dont on va au stade pour... Ouais, on va au stade pour le voir pour jouer. Pour le voir jouer. Non, mais on va mettre Dieu merci Mbokani. We zitten al aan 7, hè. We hebben er nog maar 3. En mijn blad staat nog vol. Ja, Mark Wilmots dat niet. Maar is wel een figuur in België. Zo bij KV Mechelen doorgebroken. Ja, maar als je iemand nog van KV Mechelen erbij zet, pakt je toch Piet den Boer? Een vriend. Ja. Ja, maar mag dat meespelen? Zodat dat nepotisme... moet meespelen. Toch? Ik werp het maar op. Ja, Piet den Boer, de club meegered. Nee. Oké, Piet den Boer. Piet den Boer, voilà. Doe wel. Dank u, Piet. In mijn wijn. Ja, maar hij heeft een winning goal gemaakt in een Europese finale. Stalin ook er al bij. Hoe komt dat eigenlijk dat hij niet gekozen is? Ja, God weet waarom. Er zijn natuurlijk 6 van Anderlecht. Company, Rensenbrink, Zetterbeek, Verkouter, Nielis en Schifo. Ja, dat is ook straffenkost. Oké, we zullen Ludo Koek, daar hebben we nog maar 1 plaats. Hè? Et c'est vrai que ce sont des joueurs qui doivent être dedans. Mais quand on voit la liste de tout ce qu'Anderlecht peut mettre, à un moment donné, il faut choisir. Ouais, à un moment, c'est plus notre problème. Nous, on apporte notre contribution. Voilà. Mais il doit être dedans. Et allez, on note aussi. Bessouffa, vind ik toch wel. Allee, die 2 keer gouden schoen. Maar natuurlijk, 1 keer bij Gent, 1 keer bij Anderlecht. Dat is wel knap. Dat is straf eigenlijk. Hè? Maar het probleem is, de mannen die meerdere clubs hebben, die vallen er zo wel eens naast. Ik denk Bessouffa. 2 gouden schoenen, 2 verschillende clubs. Ik heb Arjan in mijn hoofd, kampioen bij Anderlecht. Maar dat is, ja, is ook trainer van Anderlecht geweest. Ja, Bessouffa. Okay. Ja, Mark? Ja, ik vind dat wel ook iets jonger, dan ben jij ook tevreden natuurlijk. Ja. Een Mark Bessouffa. Je me suis dit, quand tu parles de foot spectacle, de joueurs pour lesquels on se déplace, on va au stade, Kalilou Fadiga. Bien sûr. Notre cher gaucher. Ouais, aussi. Il faut mettre des gauchers dans un Hall of Fame. Bah, des gauchers qui ont la classe. Sur et en dehors. Est-ce que tous les gauchers n'ont pas la classe? C'est dur d'en trouver un qui n'a pas. Tu vois? On va faire un choix, hein. Ik ben wel zeer tevreden van het lijstje eigenlijk. Ik ben wel echt een gelukkige voetbalfan. Er staan genoeg verdedigers bij, alleen Philippe Albert, denk ik. Ja. Ik kies toch altijd voor... Ja. Daarom dat Philippe Albert erbij zit. Oké, beslist. We hebben ze. Bessouffa, oké. Ik leg me bij neer. Oké, bij notre liste est faite. Facile, hè? On est oké? On est parfait. Ik heb onze lijst mee, Frank. Goed. Mijn foto's. Wij hebben gekozen, nous avons choisi, Mark de Grijze. Bingo. 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 Mark de Grijze. Oké. Philippe Albert. Goeie keuze. Bingo. Oké, top. Jean Janssens, de Beverenwaas. Non. C'est dommage. Preben Larsen, de Lokeren. Le meilleur attaquant de points de tous les temps. Mais non? C'est l'ancien, Franck qui le dit. Oui, ok, pas de Preben Elkjær Larsen. Simon Tahamata. Bingo. Oh, bingo. Bingo. Top. Dieu merci, Bocani. Bingo. Ok, top. Erwin Vandenberg. Ja. Bingo. Ok. Kalilou Fadiga. Non. Très gentil, aimable, mais non. Très beau, pied gauche magique. Magique, oui, c'est mieux. René van der Rijken aussi. Hein. Marc Wilmots. Oh là là. Il sera fâché. Il est déjà en train d'appeler Mbo. Ludo Koek. Oui. Bingo. Marc Bessouffa. Oui. Bingo. Bingo. 2 gouden schoenen. C'est tout. Le vote du jury. Oui.
Emil Mpenza. Oeh, la la, non. C'est conflit d'intérêt. Non, 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 pas du pas tout. Pas supporté ça. Non. C'est moi qui ai dit Emil. On a encore Piet den Boer. Piet den Boer. Non. Piet den Boer. Non. Okay. Nous, c'est Emil. Ok. Pas d'Emil, pas de Piet. Non, voilà. We hebben zes. Nee, zeven. Zeven dezelfde. Zeven dezelfde, dat is goed, hè? Oké. Okay. Très bien. Merci à vous.